deze aflevering van Scout Reportage besteden we aandacht aan de opening van de Eurobrug in Spijkenisse. Op donderdag 26 september opende wethouder Christel Maurik de laatste brug. De brug die ook terug te vinden is op het 500 euro biljet. Daar gaat ie hoor jongens. Geld zat. Hartstikke idee. En de bedenker van de Eurobruggen, Robin Stam, onthulde een plaquette. Hierop zijn alle bruggen afgebeeld die in de wijk te vinden zijn. En nu ze allemaal in gebruik zijn genomen, is dat wel een feestje waard. En ik wil graag met jullie allemaal proosten op, ja, eigenlijk een heel mooi kunstobject in die openbare ruimte, de Eurobruggen. Ja, dat is wel heel bijzonder dat we zo'n mooi project vandaag in een stralend herfstzonnetje af kunnen sluiten. De wijk Het Land kent nu alle bruggen die ook op de eurobiljetten staan. En daarmee zijn de bruggen eigenlijk nu voor het eerst gerealiseerd. Eerst echt bestaande bruggen. Naast dat de bruggen dus heel bijzonder zijn qua vorm en ontwerp, hebben ze ook gewoon de functie om de wijk Het Land te ontsluiten. En er zijn dus een aantal bruggen die voor auto's geschikt zijn en andere bruggen die voor voetgangers en voor fietsers gebruikt kunnen worden. Nou, je zei het al, het is een uniek project in Spijkenisse. Verwacht je nu veel toeristen die komen kijken hoe de bruggen nou echt eruit zien? Nou, toeristen is misschien wel heel veel ambitie, maar het is wel een heel bijzonder project. En ik weet dat ook heel veel Spijkenissers met enige regelmaat bij die bruggen staan te kijken, waar ook de bordjes met uitleg staan. Dus wat Robin Stam heeft bedacht is wel heel erg bijzonder. En ik kan me ook best voorstellen, gezien alle publiciteit die we allemaal al hebben gehad, dat het best de nodige nieuwsgierigheid oproept. Ik ben grafisch ontwerper van oorsprong en inmiddels een beetje kunstenaar geworden. En 5 jaar geleden ben ik me gaan verdiepen in het ontwerp van de biljetten zelf. En toen kwam ik erachter dat die bruggen die daarop staan, staan voor de communicatie tussen landen en Europa en de wereld. Maar dat die bruggen dus fictief zijn. En toen dacht ik, ja, gewoon eigenlijk een soort kattenkwaad leek mij het gewoon heel gaaf als het gewoon in één keer echt zou bestaan. Zo'n project als de Eurobruggen maken, is het nou bijzonder? Ja, heel bijzonder. Het is een, voornamelijk door de vormgeving van de elementen, als wel door de kleurstelling die er apart is, is dat absoluut een heel bijzonder project geweest. Wat behoorlijk veel voet en aarde gehad heeft en wat in het voorbereidingstraject veel verschillende stadia heeft moeten passeren voordat we zover waren dat we dit konden realiseren. Kunnen we dan spreken over sommige uitdagingen om op ons te nemen om dit toch te kunnen realiseren? Ja, zeker weten. Wat ik al zeg, vooral de malvormen, de vorm van de beton en de kleurstelling van de beton, dat is absoluut een uitdaging geweest. Het is ook heel lastig geweest, heel moeilijk geweest om de juiste kleurstelling te realiseren en voor elkaar te krijgen. Dus daar zijn heel veel proefmonsters, heel veel tijd in gaan zitten om daarin het juiste te krijgen wat ook de architect voor ogen had om te realiseren. De brugliggers en de verschillende elementen zijn bij ons op de fabriek in Bergen op Zoom allemaal gerealiseerd. Wij hebben daarvoor mallen, speciale mallen in moeten kopen, waarin de volledige vorm van de brug in hout is geboetseerd, mag je bijna zeggen. Dat is al een kunst op zich geweest. Elk lijntje wat je ziet in de brug is op voorhand in een mal met houten latjes in elkaar moeten timmeren. Dat hebben wij bij ons in de fabriek, hebben wij die mallen ontvangen. Die mallen die zijn daarna de wapening ingegaan, samengesteld. Alle voorzieningen die erin moeten zitten om de brug hier samen te kunnen stellen, die zijn bij ons op de fabriek in het element gegaan. Waarna door de betoncentrale die wij bij ons op de plant hebben, is het mengsel gerealiseerd wat er in dezelfde kleurstelling als wat je nou hier ziet. De beton gemaakt en is bij ons samengesteld. Alles met de auto hier naartoe getransporteerd met de vrachtwagens. Het zijn prefab onderdelen, losse onderdelen die hier samengesteld zijn. En waar het hier één geheel gesmeed is. Ja. Tot zover deze aflevering van Smart Reportage. Wilt u deze of andere afleveringen nog eens terugkijken? Surf dan naar onze website www.smartrtv.nl. Heeft u tips voor onze redactie? Dan kunt u mailen. Redactie@smartrtv.nl.